Ik heb onmiddellijk, toen het gebeurde, de rubberboot van achter op mijn boot in het water gesmeten. En met een dokter die in de boot langs mij verbleef, ben ik samen naar het ongeval toegevaren. Ook was een kleine jongen bij, die was serieus getraumatiseerd. En die andere mensen namen het vrijgelaten.